wakker. En Binky is wel lekker met mij aan het knuffelen. Het is wel goed dat je wakker mag worden, hè? Ja. Ja. Een lekkere bedje. En Binky boven met thee knuffelen. Mama is mijn haar uit aan het kammen, de lijmrestjes. Met een puntkam en babyolie. Maar ik heb net ook al gezeten en nu begint dat best pijn te doen. En dan ga ik dadelijk de douche en mijn haren wassen. Ik ben net wezen douchen. Mama daarna helemaal ingepakt met een handdoek. En dan helemaal plastic cape erover en helemaal vastgeknoopt. Maar was echt wel vond ik het wel echt eng om eigenlijk in de douche te gaan. Om bang dat die wond nat wordt of dat er iets in loopt. Dat die niet nat kon worden. En voel je alles zo langs die cape eigenlijk zeg maar aflopen. Niet aan de binnenkant maar uit de buitenkant. Dat lijkt net alsof het allemaal aan de binnenkant is. Dus ja, dan krijg je al meer schrik. En daarna kon ik ook gewoon niet meer doen. Is mama, mijn mama, het mama, ik kom even niet op mijn woorden. Het mama mij neergelegd in bed. En daarna heeft ze me aangekleed en daarna pas mijn haren gekamd. En daar ga ik nog even mijn tanden poetsen. Maar door het binnen zitten krijg ik allemaal vieze velletjes aan mijn lippen. Allemaal droge velletjes. Ik ga me zo even schrappen. En dan ga ik dat daar ook even eraf halen. En nu lig ik in bed totdat mijn bedje beneden komt. Ik heb weer een cadeautje binnengekregen. Mama is hem even open aan het maken, omdat ik het zelf niet kan. Ik weet niet. Ik ben er net een beetje afgevallen van in het ziekenhuis. Ik krijg er allemaal snoepjes. Lekker. Wanneer heb ik die? Ik zal eens voorlezen. Lieve Alicia, waar ben je toch een kanje? We wensen jou heel veel beterschap en een voorspoedig herstel. Knap maar snel op, lieve. Dikke knus, jouw JK Nederland familie. Ah, super lief. Dankjewel voor het cadeautje. En ik heb hier ook nog iets zitten. Moet je ook openmaken? Zitten, als je dat wil doen. Ze vroeg aan mij al, lusse chocola. Maar dat was niet de bedoeling. Ah, super lief. Ook nog lekker parfum erbij. Dankjewel voor het lieve cadeautje. Ja. Mama heeft lekker spinaziestampje voor mij gemaakt met een kipzietseltje. Ze heeft hem ook al gesneden voor me. En want van spinaziestamp sterk ik goed aan, hè, mam? Yes, hoor. Opa die kwam mij net buiten de avondklok om die mijn paprika koek ombrengen. Omdat hij iets zo met mij te doen heeft. Daar komt mijn paprika koek aan. Daar lag u, ja, dat wou ik in het ziekenhuis al hebben en ik mocht geen bezoek hebben. Dus toen zei hij, ja, dan kom ik hem morgen brengen. En ik was een beetje moe, ik lag hier thuis hier op het bedje. En ik zeg tegen mama, ja, de deurbel. Dan komt ze terug. Jij raadt nooit wie daar is. Dus ik kan mijn naam opnoemen, ik wist het ook echt niet. Ja, en dan kwam opa binnen met zijn paprika koek. Dankjewel, opa Lord, voor mijn lekker paprika koek. Nog een stukje? Oh, niet van me. Oh.